Hoi, ik ben Geertje Verschoren. Ik ben geboren in Afrika, maar ik woon nu in Mol, waar het RR trainingscentrum is. Ik heb een vriend, de Gert, en ik heb 6 honden. 4 Ridgebacks, 1 Münsterlander en 1 Duits jachtterrierke. Mijn ervaring is dat ik ongeveer een 32 jaar al met honden werk. Het Rhodesian Ridgeback Centrum bestaat nu 22 jaar. Wat is jouw passie? Mijn passie is honden. En zeker het gedrag van honden. Leerproces van een puppy. Hoe dan een puppy ontwikkelt. Vanaf de eerste dag dat hem geboren is, totdat hem echt volwassen is. En mijn passie is dat ik de mensen daar kan mee helpen. Die een hond verstaan en zeker dat natuurlijk gedrag te gaan stimuleren, dat die beter die hond gaan verstaan en dat we zo kunnen helpen aan een goede samenleving. Dat is mijn passie. Mijn missie is mensen helpen. Mijn missie is de mensen helpen een hond goed verstaan en dat we daar tips en tricks rond kunnen geven, dat ze echt een hele goede band met die hond gaan opbouwen. En dat ik daar echt een deel kan meemaken, dat ik in een verhaal kan kruipen, dat ik mee kan zoeken naar waar dat de knelpunten zitten en dat ik zo hun goede advies en tips kan geven in het opvoeden van een hond. En een puppy's natuurlijk. Mijn verjaardag is op 6 september. Ik graag. Spaghetti. Met een beetje kaas. Ja, dat eet ik echt heel graag. Wat ruik ik graag? De boslucht. Ja, dat ruik ik graag. Zo die lekkere lucht van die blaadjes en die boompjes. We maken het verschil dat we een goed team zijn. En dat we Stefan hebben met de 30 jaar ervaring waken verdedigingshonden. En de mensen begeleiden met het wandelen van de hond. Dat we Stefanie hebben die al 10 jaar ervaring heeft met kids en dogs, met gezinnen en kinderen. En dat we echt heel goede vrienden zijn allemaal samen. En Jade die hier op ons R-trainingscentrum de honden begeleidt met de vakantiegangers en met de interne honden die hier zitten. En zeker de dag opvangen, dat doet hij heel goed. Die vindt dat echt keileuk en wij lachen ook heel veel samen, dus dat is echt leuk. En dan hebben we Jolien nog en Jolien is onze planner. En dat is de eerste die je gaat zien of gaat horen of waar je een mailtje naar stuurt. Die gaat jou ook bellen als het nodig is en die loodst jou door tot ons. Dat wij echt op onze stoel kunnen gaan zitten en dat we helemaal in jullie verhaal kunnen kruipen en dat we mee kunnen nadenken aan advies en tips voor jullie te helpen. En ik denk wel dat dat echt het verschil maakt. Ik wens iedereen een goede samenleving, een goede relatie met hun hond. En dat ze daar jaren plezier van hebben. En natuurlijk wens ik iedereen een goede gezondheid en ja, lekkere wandelingen met een hond samen.